Van harte welkom bij Tycho's Wiskunde. In aflevering 4 over de naald van Buffon gaan we eens een zeer elegant argument bekijken waarom die kans van 2L gedeeld door πd precies voorkomt. We hebben het natuurlijk al bewezen, maar het argument dat ik hier vandaag presenteer is in zekere zin veel mooier. En in plaats van de kans dat naalden zo'n lijntje doorsnijden, gaan we kijken naar het verwachte aantal doorsnijdingen. Dat is natuurlijk net iets anders. En zoals we gaan zien, is het voor een kleine naald, komt het op hetzelfde neer. Dus laten we eens met XL. XL, dat wordt een toevalsvariabele en dat wordt het aantal doorsnijdingen van een naald van lengte L met het rooster van parallele lijnen. Met afstand D daartussen. Dus dit is een toevalsvariabele, het aantal doorsnijdingen van een naald van lengte L. Het aantal doorsnijdingen hangt natuurlijk eigenlijk alleen af van de lengte. Als je een heel kleine naald hebt, dan verwacht je weinig doorsnijdingen, hoogstens 1. En als je een grote naald hebt, dan kunnen dat er meer worden. Bijvoorbeeld, hier zien we er 2. Nou, en wat kunnen we daar nou eigenlijk over zeggen? De verwachtingswaarde van die XL, dus hoeveel doorsnijdingen heeft zo'n naald nou gemiddeld als die een bepaalde lengte heeft? Dat is gedefinieerd als het gewogen gemiddelde van alle uitkomsten die XL kan hebben. En met gewogen bedoelen we dan gewogen met de kansen. Dus je telt eigenlijk alle uitkomsten keer de bijbehorende kansen bij elkaar op en dan krijg je het gemiddelde. Dus in ons geval wordt dat 0 keer de kans dat we geen doorsnijdingen hebben. Plus, even kijken, hier moet een haakje staan. Is 0. Zo. Plus 1 keer de kans dat we precies 1 doorsnijding hebben. Plus 2 keer de kans dat we precies 2 doorsnijdingen hebben. Ja, en dit gaat natuurlijk verder totdat we niet meer zoveel doorsnijdingen kunnen hebben. Dan worden al die kansen 0 vanaf dat punt. Dus uiteindelijk heb je een soort maximum aantal doorsnijdingen wat je zou kunnen hebben, keer de kans op het maximale aantal doorsnijdingen dat je kan hebben. En natuurlijk, als je D weet, dan weet je ook precies hoe lang die naald, hoeveel, als je D en L weet, weet je hoeveel doorsnijdingen dat maximaal kunnen zijn. Dus die K die kun je expliciet uitrekenen door de verhouding van L en D naar beneden af te ronden en daarbij eentje op te tellen. Dus bijvoorbeeld, als je een naald van lengte 5 hebt en je hebt een afstand van 2, dan staat hier 5 tweede, oftewel 2,5. En als je het naar beneden afrondt en er eentje bij optelt, dan krijg je 3. Dus als dit 2 zou zijn en je hebt een naald van lengte 5,5 of 5, dan kan die inderdaad precies 3 doorsnijdingen hebben en niet meer. Dus dit stopt op een gegeven moment een keer. En iets dat in ieder geval opvalt, is als die lengte kleiner is dan de afstand tussen de parallele lijnen, dus als L kleiner of gelijk is aan D, dan is deze eigenlijk al 0. En dan kun je niet meer 2 doorsnijdingen hebben. Dat kan in principe nog net, laten we zeggen dat het kleiner is, als we precies... als we precies zo liggen. Maar die kansen zijn er toch 0. Want we hebben een continuum aan hoeken. En als het maar een klein beetje scheelt, dan heb je niet meer die 2 snijpunten. Dus zelfs in het geval dat L gelijk is aan D, dan zou je kunnen zeggen dat de kans dat we precies 2 gemeenschappelijke punten hebben, dat die 0 is. Hoe dan ook, als L kleiner is dan D, dan is die verwachtingswaarde, dus de verwachtingswaarde van XL, dat is gewoon alleen maar die 1 keer kans op XL is 1. Dit valt allemaal weg en dit valt weg omdat dit 0 is. Dus dan is het gewoon echt die kans op een doorsnijding. Maar als we een langere naald hebben, dan kun je natuurlijk meerdere doorsnijdingen hebben. En dan klopt dat niet meer precies. En nu blijkt dat die verwachtingswaarde voldoet aan een aantal mooie eigenschappen, waardoor het een lineaire functie wordt van de lengte. Dus wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, stel dat we zo'n naald een keer opsplitsen in 2 stukjes. Dus een eerste stuk en een tweede stuk. Nou, dan is het aantal doorsnijdingen
van heel die naald is natuurlijk het aantal doorsnijdingen van het ene stuk plus het aantal doorsnijdingen van het andere stuk. En het mooie is dat het eigenlijk niet eens uitmaakt of dat rechtdoor loopt of niet. We zouden hem net zo goed af kunnen buigen naar hier. En dan hebben we natuurlijk minder doorsnijdingen opeens. Maar het verwachte aantal doorsnijdingen, als dit zo lang is en dit zo lang, dat blijft hetzelfde. Die zijn weliswaar afhankelijk, die twee toevalsvariabelen. Maar verwachting, of de expectation, dat is lineair. Dus met andere woorden, als we die e van xl nou eens een functie van l doen. Het hangt alleen maar af van de lengte van onze naald, die verwachtingswaarde. Dan kunnen we zeggen, als dit bijvoorbeeld L1 en L2 is, die lengtes, dan kunnen we zeggen dat de f van L1 plus L2, nou dat is dus eigenlijk de f van de totale lengte, en dat is de verwachtingswaarde van xl. Maar ja, de verwachtingswaarde van xl, xl zelf, het aantal doorsnijdingen, is hetzelfde als het aantal doorsnijdingen van dat ene stuk, de xl1 plus de xl2. Samen brengen die het aantal doorsnijdingen voort. En verwachting is lineair. En wat ik daarmee bedoel, is dat dit gelijk is aan de verwachtingswaarde van de eerste plus de verwachtingswaarde van de tweede. Van xl2 dus. Ja. Dus deze hele functie is ook lineair. Dit is dus hetzelfde als de f van L1 plus de f van L2. En nu blijkt dat er helemaal niet zoveel functies zijn die eigenschap hebben. Dat als je de som van twee lengtes invult, dat de uitkomst hetzelfde is als de functie in dat ene punt plus de functie in dat andere punt. Die eigenschap, dat noemen we additiviteit. Dus f is additief. En in principe zijn additieve functies bijna altijd lineair. Niet altijd, je hebt nog een aantal andere voorwaarden nodig. En een voorwaarde die bijvoorbeeld genoeg is, is dat f stijgend is. En is f stijgend in ons geval? Ja, natuurlijk. Want als we een grotere naald laten vallen, dan kan het verwachte aantal doorsnijdingen alleen maar toenemen. Dus dat is al een argument waaruit blijkt dat die f stijgend moet zijn. Dus wat gaan we bewijzen over die f? We gaan bewijzen dat het een lineaire functie is. Dus als je er iets in stopt, een bepaalde lengte, dan komt er een constante keer die lengte uit als uitkomst. Dus die f, de grafiek van die f, die gaat er zo uitzien. En dat gaan we netjes bewijzen hoor, dus maak je geen zorgen. Dat wordt een rechte lijn door de oorsprong. Maar ja, we weten nog niet hoe steil die loopt. Dat hangt er vanaf wat dan die evenredigheidsconstante gaat zijn. Dus hoe bewijzen we dat die f lineair is? Nou, we kunnen in ieder geval bewijzen dat als je twee dingen optelt, en er komt de som van twee dingen uit, dan kun je natuurlijk ook zeggen dat de f van n keer een bepaalde lengte gelijk wordt aan n keer de f van die lengte. Want dit wordt gewoon de f van l plus l plus l plus l plus l, etc. Dat dan n keer. En als je die allemaal op mag tellen, dan krijg je gewoon n keer diezelfde uitkomst. Dus dit werkt in ieder geval al voor alle natuurlijke getallen. Dat weten we al. En het werkt ook voor alle breuken. Dat kun je hier ook uithalen. Want, dus dit is één ding dat we al weten over f. Als je de f van een breuk keer l wil weten, bijvoorbeeld 4/3 keer een bepaalde lengte, dan wil je ook graag dat de uitkomst van 4/3 keer zo groot wordt als de uitkomst van fl. En de manier om dat in te zien is door dit te vermenigvuldigen met b. Als je dit vermenigvuldigt met b, dat is dan een geheel getal. Dus dan kun je gewoon die bovenste gebruiken. Dan gaat die b, die mag daarin gaan staan. En als je b vermenigvuldigt met a gedeeld door b keer l, ja, dan krijg je gewoon de f van a keer l. En a is ook een geheel getal, dus dan kun je weer die bovenste gebruiken. En dan krijg je dus a keer de f van l. En als je aan beide kanten van deze hele vergelijking deelt door b, dan krijg je hier dus gedeeld door b,
En dan krijg je hier gedeeld door b. Dus de f van breuk keer l is hetzelfde als die breuk keer de f van l. Met andere woorden, de f van een bepaalde ratio, een bepaalde verhouding keer l, is hetzelfde als die verhouding keer de f van l. Dus dit geldt voor alle rationale waarden van r. Laten we zeggen dat ze positief zijn, want ja, het heeft niet zoveel zin om na te denken over een negatief aantal doorsnijdingen. Maar die functie is dus lineair op de rationale getallen. En dan blijft nog over om eventjes te laten zien waarom, het ook, waarom die lineaire eigenschap ook blijft gelden op de reële getallen. En daarvoor hebben we nodig dat die functie stijgend is. Dus laten we even hier verder gaan. En dit is gewoon een beetje technisch uitwerk hoor. Dus dit is niet het super elegante argument. Maar we willen gewoon eventjes zeker weten dat die verwachtingswaarde zich lineair gedraagt. Dus als, stel dat x een reëel getal is. Mag rationaal zijn, mag ook irrationaal zijn. Nou, wat gaan we dan doen? We gaan die x benaderen met rationaal getal. Eentje gaan we gaan hem benaderen van onder en we gaan hem benaderen van boven. Dus op de getallenlijn hebben we ergens die x zitten. En wat je dan altijd kan doen, omdat de rationale getallen als het ware dicht zijn in de reële getallen, is een rijtje van rationale getallen maken dat convergeert naar x van bovenaf. En laten we dat rijtje is Sn met natuurlijke getallen. Dus S1, S2, S3, S4 en dat gaat naar x toe. En zo kunnen we ook een rijtje maken dat van onderaf juist convergeert naar x. Dus als we die dan Rn noemen. En dat zijn dus allemaal breuken, die Sn'tjes en die Rn'tjes. Nou, en als die f stijgend is, dan gaat dat iets moois teweeg brengen. Want wat we dus weten, is dat Rn keer l altijd minder is dan x keer l. En dat is weer altijd minder op zijn plaats dan Sn keer l. Dus we hebben eigenlijk gewoon gezegd dat x tussen de Rn en de Sn zit. En we hebben altijd vermenigvuldigd met l in die vergelijking. Maar ja, als f stijgend is, dan zijn de f van dit is ook kleiner dan de f van dit. En dat is dan ook weer kleiner dan de f van dit. Dus de f van Rn keer l is kleiner dan de f van x keer l is kleiner dan de f van Sn keer l. Ja, en omdat die Rn en die Sn breuken zijn, komen die uit die f. Dat hebben we al gezien, dat dat voor alle breuken zo is. Dus dit wordt Rn keer de f van l. Dit is nog steeds hetzelfde, want die x, dat is een irrationaal getal misschien, dus dan weten we nog niet of dat eruit mag. En hier krijgen we Sn keer de f van l. En wat gaat dat nou doen als n naar oneindig gaat? Dan gaat die Rn naar de x toe, van onderaf. En die Sn die gaat van bovenaf naar x toe. Dus dat squeezed eigenlijk deze waarde, zodanig dat nog maar één ding kan zijn. Dus dit wil voor n naar oneindig, wil het naar x keer de f van l. En dit wil voor n naar oneindig ook naar x keer de f van l. Dus dan moet dit ook wel naar de x keer de f van l gaan. Dan moet het gelijk zijn aan x keer de f van l. Dus het gaat gewoon voor alle x in R op, die formule. Het is een lineaire functie. Nou, en dan wordt die dus opeens heel simpel eigenlijk. Dat kunnen we eventjes samenvatten door te zeggen dat de f van x keer l dus kennelijk gelijk is aan de x keer de f van l voor alle x in r en ook voor alle r voor alle l groter dan 0. Het geldt gewoon voor al die waarden. Dus als we nou een f van een bepaalde lengte willen weten, dan substitueer je gewoon die waarde van l daarin. En dan wordt dit dus l, of de f van l keer 1 zou je kunnen zeggen.
En dat is dus L keer de F van 1. En de F van 1, dat is gewoon een constante. Dat is een waarde die als het ware de functie kalibreert. Als je die F van 1 weet, dan ligt die functie gelijk helemaal vast. Dus dit is L keer een bepaalde constante. Die kunnen we ook wel C noemen. Maar we weten dus eigenlijk dat dat eigenlijk de functiewaarde in het punt 1 is. En dat gaat straks enorm nuttig zijn in het bepalen van die F. Want wij weten stiekem al wat die constante gaat worden. Maar daar gaan we nu op een heel andere manier achter komen. En daar hebben we nog een heel klein detail voor nodig. Want zoals we net hebben gezegd, maakt het niet zoveel uit hoe dat staat, zo'n naaldje. En dat kun je natuurlijk ook nog uitbreiden naar vormpjes die bijvoorbeeld zo uitzien. Nou, als het gewoon een serie van aan elkaar gelegen naaldjes is, dan is kennelijk de verwachtingswaarde van die snijpunten, dat is gewoon de som van al die verwachtingswaarden apart. Het is alleen afhankelijk van de lengte. Maar ja, dat hebben we nu alleen nog maar gezien voor rechte lijnstukken. En het leuke is dat het ook gewoon gaat werken voor gekromde lijnstukken. Dus als we een kromme hebben, L, laten we zeggen een soort spaghetti slier. Zo. Dan gaat dat nog niet direct op, omdat die niet bestaat uit rechte lijnstukjes. Maar we kunnen natuurlijk wel steeds betere benaderingen van zo'n kromme vinden met wel rechte lijnstukjes. En de eerste benadering die je zou kunnen proberen is als je gewoon dit eindpunt met dit eindpunt verbindt. Dan krijg je een rechte lijn die nog helemaal niet op de kromme lijkt. Maar als je meer punten uitkiest op die kromme en je gaat die allemaal verbinden met lijnstukjes, dan krijg je iets wat wel heel erg erop lijkt. Dus we gaan die kromme opsplitsen in allemaal hele kleine stukjes. En die kunnen we eigenlijk kleiner en kleiner en kleiner kiezen. En dan krijg je dus een polygoon dat die kromme benadert. Zo. Ik ga hem niet helemaal aftekenen, maar het is duidelijk dat het er heel erg op lijkt. Dus we krijgen eigenlijk een hele serie van polygonen die als limiet die kromme zelf heeft. En de limiet van die lengte wordt ook de kromme zelf. Het is een eindige lengte. En die limiet van heel die serie van benaderingen, die dus steeds beter worden, die heeft dezelfde lengte als de kromme zelf. Dus we zeggen eigenlijk, die kromme, als we die eventjes L noemen, dan zeggen we dat dit zelf de limiet is van een serie van benaderingskrommen, Ln. En die zijn dus polygonaal. Die bestaan uit rechte lijnstukjes. En als dit lengte L heeft en dit lengte Ln, dan kun je dus zeggen dat de F van die L, de verwachtingswaarde van het aantal snijpunten, nou van die kromme dus, dat is dus ongeveer de F van die Ln. En als N groter wordt, dan wordt dat steeds beter, die benadering. En omdat dit een polygoon is, is dit wel gewoon die constante keer Ln zelf. En als inderdaad nu n naar oneindig gaat, dan blijkt inderdaad dat fl ook gelijk is aan c keer l zelf. Ook als de kromme niet, als die echt krom is. Dus als die niet uit polygoniale lijnstukjes bestaat. En dat is een beetje een handwapper argument, maar dat kun je formeel maken door precies te zeggen wat het betekent dat dit rijtje naar l convergeert. Dat is uniforme convergentie. Maar hoe dan ook, hebben we dus min of meer vastgesteld dat de verwachtingswaarde van het aantal snijpunten van een kromme van lengte L, dat een constante keer L is. En nu willen we graag die constante vinden. En het enige wat we daarvoor moeten doen, is een geschikte kromme uitkiezen. En wat is nou een geschiktere kromme dan een cirkel? Specifieker nog, een cirkel met diameter d. Wat gebeurt er daarmee als we die tekenen in het rooster? Nou, dus we hebben een diameter, dat kan er dus zo uitzien, bijvoorbeeld. Als die precies in het midden zit, dat middelpunt, dan raakt die hier zo twee lijntjes. Maar als je hem ergens anders tekent, die cirkel, diezelfde grootte, dan heeft die ook twee snijpunten. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je hem tekent. Hij heeft altijd twee snijpunten. Met die lijnen. In het ergste geval zit die er precies tussen, maar dan heb je nog steeds twee punten gemeenschappelijk.
Dus dit is niet eens een toevalsvariabele meer in het geval dat die vorm precies een cirkel is. Met andere woorden, de e van xl, als je dus de e van welke kromme dan ook, van lengte πd pakt, want ja, πd dat is inderdaad de omtrek, en dus ook de lengte van die cirkel, dan weten we precies wat eruit komt, namelijk 2. Dat is het verwachte aantal snijpunten. Het is zelfs zeker het aantal snijpunten in het geval van een cirkel. Maar ja, dat moet dus tegelijkertijd gelijk zijn aan die constante keer de lengte. En de lengte was πd. En hieruit volgt dan dat die constante kennelijk gelijk moet zijn aan 2 gedeeld door πd. En dat is niet alleen voor het geval met de cirkel. Dat is dus voor elke krom. We hebben nu gewoon de constante bepaald van deze functie hier. En inderdaad, als L kleiner dan de diameter was, dan staat er dus dat F van L gelijk is aan die constante, dus dat is 2 gedeeld door πd, keer L. Oftewel 2L gedeeld door pi keer d. En we hebben al gezien dat die verwachtingswaarde gelijk is als die naald kleiner is dan de afstand tussen de lijnen. Dan is de verwachtingswaarde gelijk aan de kans. En die kans die hadden we al benadrukt. Dus we hebben nu op een heel andere manier eigenlijk ingezien dat de kans op zo'n doorsnijding met een naaldje 2L gedeeld door pi d is. Maar we hebben nog iets veel algemeners bewezen. Het verwachte aantal snijpunten van een kromme van lengte L is gewoon de lengte keer 2 gedeeld door pi keer d. En dat verklaart ook gelijk wat we gezien hebben voor een naald bijvoorbeeld van lengte 2. Hè. We hebben eerder al gezegd van ja, die kans die kan natuurlijk nooit gelijk worden aan 2 keer 2 gedeeld door πd als je een naald van lengte 2 hebt. Want dit is groter dan 1. Hè. Dit is 4 gedeeld door pi als d 1 is en L gelijk aan 2. Maar dit is dus wel het verwachte aantal doorsnijdingen. Hè. Dus als je een naald hebt die precies 2 keer zo lang is, dan dus zoiets. Ja, die kan natuurlijk ook precies zo komen te liggen. Maar het verwachte aantal doorsnijdingen is dus iets groter dan 1 bij zo'n naald. Namelijk 4 gedeeld door pi. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar het zal wel iets van 1, iets in de 20 zijn. Ja, laten we zeggen ongeveer 1,26 of zo. Ik weet het niet precies. Maar dat is dus het verwachte aantal. Wel, wat belangrijk is om hier eventjes bij op te merken, bij die cirkel hebben we dus helemaal geen afwijking meer. Hè? Het is altijd 2. Maar als je die cirkel uit zou vouwen en je krijgt gewoon een naald van pi keer de diameter, dat is ongeveer 3,14 keer zo groot, hè? Dus dan zou je zo'n soort naald krijgen. Dan kun je dus 3 doorsnijdingen krijgen. Hè? Maar je kan ook nog steeds geen doorsnijdingen krijgen. Dus het is niet zo dat zomaar elke naald van die lengte sowieso 2 doorsnijdingen heeft. De kansverdeling is wel afhankelijk van de vorm van de naald. Maar het gemiddelde aantal doorsnijdingen dus niet. En in het volgende filmpje gaan we eens inzoomen op hoe die kansverdeling er dan uitziet. Op bepaalde vormen, spaghetti sliertjes, of vierkantjes, of driehoekjes, of wat dan ook. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende aflevering.